Jij bent echt een voetbalfanaat, hè? Ja. Het gaat er zaterdag allemaal gebeuren. Winnen. Wie gaat er winnen? IJsselmeer. Ja, maar de beste wint er altijd. Ja, daarom. Spelen ze een beetje op gelijk niveau, of? Weet ik niet. Ik weet niet wat Zwarbere voetbalt. Dat kom ik nooit. En deze buurman, mag ik dat vragen? Je mag het vragen, ja. Ja, krijg ik dan ook antwoord? Je krijgt een antwoord. Er zijn drie punten te verdienen. Er zijn drie punten te verdienen? Ja, niet meer en niet minder. Je krijgt geen bonus als je wint, dus ik zou het ook niet. Het is een derby, die zijn altijd speciaal. Dus. Maar het belooft wel spannend te worden, hè? Ja, ik denk ook niet dat het een mooie wedstrijd wordt. Op papier zou IJsselmeer wel eens iets beter moeten wezen qua selectie, maar we spelen uit. En het is een derby, hè, dus je weet het nooit. Je weet het nooit. Utrecht-Ajax is ook zo'n wedstrijd. Feyenoord-Ajax. Dat zijn allemaal wedstrijden die dat kun je niet inschatten. Dus we laten ons gewoon verrassen? Nou, dat hoop ik niet. Dat hoop ik niet. Ik verwacht wel dat we minimaal een puntje weghalen. Nou, ik denk dat IJsselmeer van ons wint met 2-1. Maar de beste wint er altijd? Ja, natuurlijk, maar IJsselmeer volgens is de beste. Oké, dat wilde ik even horen bij je. Oké. Ze zullen wel tegen elkaar opgewassen zijn. Dat hoop ik uiteraard, maar ik denk toch dat de rode kant in voordeel is. Voorstaat. Oké, ja, dat hoop je, want je bent een rode, toch? Ik ben een rode. Nou, we zullen het beleven. Wordt spannend. Het wordt zeker spannend. Geen twijfel mogelijk, wij winnen. Wij gaan winnen, hoppakee. Hey, wat gaat hier zaterdag gebeuren? Ja, winnen natuurlijk. Ja, maar wie gaat er winnen? Ja, de rooie, hè? De beste wint er altijd? Ja, dat zijn de rooie dus. Hoek zoeken. De telegraaf. Oké, ik kom over de noodloop heen. Hou je lichaam erover. Je bent fan van de blauwe, begrijp ik? Ja, dat heb ik goed. Vandaar je blauwe juist. Anders had ik je niet. Ja. Hey, wat gaat er zaterdag gebeuren, denk je? Oh, ik denk van een hele leuke wedstrijd. Hele leuke wedstrijd. Ja, ik hoop dat de blauwe winnen. En gaat het nou om het winnen of om het mooie spel? Nou, het gaat ook om het winnen. Voor mij gaat het om het winnen, maar ook om het mooie spel natuurlijk. Hè. Dat is wel heel belangrijk. Kom met Rayo. Mooi hoor. Goals maken. Kom maar. Ja. Het is mooi hier dus. Nee, dat is natuurlijk wel heel mooi dus. Wat gaan jullie zaterdag doen? Winnen. Winnen? Jongens, wie gaat er zaterdag winnen? Blauw. Hier hebben we de man die verstand van voetbal heeft. Nou, helemaal, niet helemaal hoor. Ja, maar wel, meer dan ik. We zijn bezig met de warming up. Hey, maar vertel eens even, heb je enig idee wat voor wedstrijd het gaat worden? Nou, in ieder geval speelt Spakenburg thuis zaterdag. En ik denk dat IJsselmeer volgens wel komt. Maar uiteindelijk een stiekem overwinning, denk ik 1-0 voor de blauwe. 87e minuut. Maar waar gaat het om? Gaat het nou om de winnaar of gaat het om het mooie spel? Om de winnaar. Om de winnaar. Mooi spel, dat doen we die week erop alweer. Ik ben het daar volledig mee eens. Goed zo. Het gaat niet om. Het gaat alleen maar om de punten. Om die punten. Om die punten.